Hier overlopen nog eens de ploegen, dus beide met één wijziging in de goal. Dus Suzuki voor Schmid en Van der Brugge voor Francis op het middenveld. Met Daland wint hij ook nog. Ashioka komt naar het centrum, trapt met zijn linker. Geen slecht schot, maar te zwak. Popovic. Daland, dat is toch met een gelukje. Komt die bal bij Boho. Boho legt hem voor zijn rechter. En de goal, die is er wel degelijk nu voor Cercle. Het is Olivier de Man. Thibaut Somers die bal gekruist. Binnenkant voet met veel ruimte binnenschiet. In het moment dat Cercle vergat het af te maken, een minuutje of 10, 11 geleden. Hier een beetje wilde trap van Daland. En dan pijlsnel, dan stonden ze toch bij Sint-Truiden niet goed. En Ashioka heft het buitenspel hierop. Goede combinatie, snel daar, goed afgelegd van Bohoor. De beste Cercle-speler, de vaardigste ook. Aanuit. Kijk eens hoe hoog Cercle nu toch nog altijd staat. Nee, ze gaan niet inzakken. Weer moeilijk van Kaya. Boho. Minda, eerste actie. Snel er voorbij en de goal. Jawel, het is zeker de goal. Schitterende actie van Alan Minda, zoals hij daar voorbij gleed. Ja, zegt Denki. Of Donkey, sorry dat ik hem nog over de doellijn heb getrapt. En Smets doorglijdt alsof ze er niet staan. Deze beweging op zijn keen en op breed leggen. Koita. Daar ga je niet tussendoor geraken. Dat is van te ver en toch is het een uitstekend schot. Hier de dribbel. Steukers komt er niet aan. Dravić zit ertussen. Minda plaatst hem nog een keertje op de paal. En de man die denkt, ik trap hem op de lat. De man, ja, dat was een beetje nonchalant, maar kijk eens die Minda. Lila. Minda. Hij loopt er gewoon voorbij alsof het allemaal niks. En legt hem dan ook nog eens fantastisch breed. Op Sint-Truiden komt hier in de slotfase nog een paar keren goed weg. Of het werd nog een hele zware nederlaag zelfs. Minda, klaar kijkend. Suzuki kan hem nog even wegduwen. En Smet. Yamamoto. Alleen Barnes daar voor de goal. Yamamoto veel te veel tijd nodig om die bal voor te trappen. Ito. Kom naar het centrum. Ito, ja, op de paal. Daar kon Warleston alleen maar naar kijken. Zag het mooi waar hij moest plaatsen. En dan hadden we misschien nog een minuutje of drie toch nog wat spannend. Minda, nog een keertje 1-1. Miyange komt buitenom. Miyange met het voorzetje. En de topschutter, die mag het dan afmaken. Donkey. Nee, het is niet alleen. En Denki in de tweede helft. En dus maakt Bram van Driessen er nu een einde aan. En zijn ze bij Cercle diep gelukkig. Omdat de zege oververdiend was.